Yo, kijkers van Watchzeggen, welkom bij een nieuwe video van Open Kingdom. We zijn hier vandaag niet alleen, want we hebben onze boy Pim hier hallo. Rechts van mij, hallo. En Pascal, links van mij, hallo. Yo. En we, zoals jullie kunnen zien op onze achtergrond, hebben wij alweer flink wat gebouwd. En zijn we nog steeds bezig met bouwen op de server. Want we hebben al een flink ontwerp gemaakt op onze eigen bouwserver. Dat hebben jullie ook op mijn Twitter kunnen zien als je me volgt op Twitter. @LeonJagger, even kijken als je het nog niet gedaan hebt. Maar ja, we gaan het nou vandaag lekker afmaken. En ja, jongens, ik zou zeggen, laten we aan de gang gaan, of niet? Ja, is goed. Jazeker. Want hier hebben we onze eerste base, zoals jullie weten. Hier in deze boom. Maar we gaan nou binnenkort alles updaten. En dan moeten we even kijken of we alles kunnen verhuizen, dat soort shit. En dat wordt dan geheim, want dat willen de boys allemaal, iedereen denk ik wel hebben. En ja. Ja, klopt. Maar jongens, hoe zijn de laatste paar dagen geweest op Kingdom voor jullie? Wat hebben jullie allemaal ervaren en zo? Ik heb nog steeds helemaal niks. Nog helemaal niks? Nee, ja. Nog helemaal niks. Meer bezig niet veel. Met bouwen en zo. Ah, oké. Okay. Echt verzamelen van spullen. Oh, ik zie ook trouwens dat we helemaal niet zoveel steen nog gebruiken voor deze laag. Het is allemaal... Ja... Kijken. Stone brick, of niet? Oh. Ja, dat is toch even lastig zo zonder autobuilder, want dan moet je zelf gaan kijken wat je nodig hebt. Oh. Maar jongens, Kingdom, wat is de laatste tijd een beetje gebeurd? Jullie hebben natuurlijk wel wat dingen gehoord, net zoals ik het wel ook wel doe, maar... jullie willen natuurlijk ook voor actie. Ja, zeker weten. Want als je nou op de tab kijkt, dan zie je dat we twee allies hebben. Wie zijn dat, Pascal? Dat zijn Aals en Onemeril. Onemeril en Aals. En wat vind jij ervan dat wij daar alliantie mee hebben, zeg maar? Ja, ik heb geen idee wat ik ervan moet vinden. Maar ben jij blij dat we veel allianties hebben? Of nee, eigenlijk, ja, eentje vond ik wel genoeg. Ja, eentje zelf is, vind ik zelf ook wel aardig wat hoor. Maar dan komt er dat we natuurlijk ook in Kingdom 1, dat we ook wel denken van ja, we willen ook niet echt dat de hele wereld onze ally is. Want je kan niet iedereen vertrouwen natuurlijk. Hetzelfde is denk ik. Ja, klopt. Oh man, dit is echt lastig om te zien wat je nodig hebt, jongen. Oh, hier moeten we stone brick hebben. Ja, dat is even een beetje wennen. Ja, het is echt heel anders dan wat we normaal doen op de server. Dus... Oh, oepsie. Ja, je valt echt makkelijk naar beneden. Want jij bouwt nou niet een creative of zo. Het is wel lach op zich. Het is weer een nieuwe bouwervaring erbij, weet je wel? Ja, dat hoort er ook bij. Ja. Lol, mijn schermetka doet echt kapot raar. Wat is er dan mee, jongen? Ik heb hem wel een keer gerotateerd. Oh, val ik weer van hem af. Ja. Wat is er mis dan? Ga eens anders proberen te sneaken. Ja, je moet hem één keer rotaten en dan moet je dan pas de coords invullen. Oh, dan pas ook? Ja, anders krijg je dat hij nog niet steeds niet goed is. Dat doe ik hem even opnieuw. Rotate en dan de coords. Mm-hmm. En hier moeten volle blokken en hier niet. Dat zie je altijd pas later. Ja, kijk eens aan, nu doet dit. Layers. Oh, je moet hier gelijk al een slab hebben. Het is wel handig om even een beltje te maken, denk ik, hiervoor. Dat je veel hout... En ik haal even wat spullen op. Oh, slabs. Oh, ligt alles hier al in. Nice. Ja, aardig wat gemaakt, volgens mij. Oh. Even eten, anders zijn we zo weer dood. Oh, ik kan hier niet meer omhoog, want ik maak wel wat snel. Maar ik kan... Oh, het is een stijl. Ja, straks moeten we even, denk ik, aan de zijkant van het gebouw even iets neerzetten of zo. Misschien dat dat efficiënter is. Pim? Ja, ik denk dat het makkelijkste is, ja. En op het begin met kon je gewoon via de zijkant omhoog klimmen. Het is niet makkelijker, dit. Ik bedoel, of dat je buitenom een dirt trapje hebt, Pascal. Nee, ja. Ik maak sloop wel even. Zo. Oh, hier moet echt allemaal volle blokken worden geplaatst. Zo. Dat is wel... Nou, je mag niet meer auto builden, helaas. Het heeft te maken met dat als iedereen dat zou doen, dat je echt al Kingdom in één keer alles al hebt, zeg maar. Dat is natuurlijk ook niet echt... Ja, klopt. Oh, sorry man. Op Kingdom in is dat anders, dat alles juist te snel moet staan. Ja. Maar hier is dat anders. Ja, of in verband met story en zo. Kan ik even deze weg hoor. Nou, het schiet lekker op. Zoals je kan zien, we moeten aardig wat layers maken. En dat is eigenlijk gewoon omdat we anderhalve week hebben om dit af te maken, volgens mij. Oh man, dit is echt lastig. Ah, wat er gebeuren. Sommige blokken kan je toch niet eens plaatsen zonder autobuild. Ja. Oh, nou maak je zelf een hele nieuwe trap, of? Ja, ik dacht dat je zei dat we buitenom een trap gingen maken. Ja, oh nou. Ja, dat doen we later wel. Dat doen we wel na de opnames, denk ik. Ja, is goed.
Maar ja, wat, wat zijn jouw doelen op Kingdom zelf, Pascal? Wat ga je echt nog willen doen? Op Kingdom 1 of op Kingdom 2? Ja, Kingdom 2, jongen. Ja, sowieso een keer met oorlog, maar dat lukt vast wel. Ja, niet echt wat. Gewoon leuk spelen met z'n allen. Maar niet dat je denkt van ik ga een paar dungeons doen die binnenkort uit gaan komen. Oh ja, 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 zeker weten. Of je gaat proberen mensen te killen in een base, in een spawn, zeg maar. Of... Ja, ik wil sowieso ook een gekke raid zetten. Gewoon met z'n allen, gewoon met 20 man. Gewoon even naar Catwin of zo gaan. Catwin, ja, goeie. Ja, Catwin. En gewoon, Ja, ik snap eigenlijk niet dat we alleen nog maar een, gewoon reden wil maken. Ja, dat we zeg maar alleen Catwin nog als vijanden hebben. Want eigenlijk zou je denken... Excalor ook. Ja, dat Excalor het ook snel zal worden, toch? Ja. Ja. Ik denk dat toch een dirt-trapje aan de buitenkant wat handiger is. Ja, maakt hij maar anders, Pascal. Maak maar gewoon een dirt-trap. Een trapje, jongen, naar boven. Yo. Het is echt zoals je ziet, het is echt even net hier kijken van... Oh, moet hier nou een blok, moet hier nou een trapje of moet hier nou een slab? Oh, en hier moeten dus allemaal volle blokken. Ah, dat maakt het zo wel wat makkelijker. Als je al die slabs hebt geplaatst, dat je dan één keer al die blokken kan plaatsen. Zo, en... trapje staat er. Oh, hier. Loop die andere trap ook wel even. Heb je hier een ster nodig of zo? Denk ik. Of niet? Oh, kijk eens aan. Huh, het is geen slab. Het is geen vol blok. Een ster. Oh, het is een ster. Hoe moet die om dan? What the fuck? Ik weet niet hoe die om moet. Zo? Huh? Oh. Nee, oh. Het is wel... Oh, het is een dubbel slap volgens mij. Maar ja, dat kunnen we ook wel doen met een... Ik heb het al. Oké, nou prima. Oh, je hebt al een trap aan de zijkant gemaakt? Ja. Mooi, dan klim ik via daar naar boven. Ja, ik sloop die andere even, anders ziet het echt lelijk uit. Dan ga ik sowieso dan. Ja, dan gaat niemand weg, ga ik iedereen laten staan. Nou, zoals jullie ook weten, we hebben wel al veel activiteiten gehad met verschillende kingdoms. Zoals dat we met, ja, we hebben dus eigenlijk... Nou, met Oorlog gehad, ja. Fight gehad met Catwin. Ja, daar hebben we onze echte eerste fight mee gehad, zeg maar. Een soort van raid was dat. En je mag ja, een groepje, niet wij per se, maar een ander groepje. Ja. Die wel goede keer had en zo. Ja, en die gasten die gaan dus eigenlijk allemaal, die gaan dus gewoon echt raid voor de kills. Dat willen wij eigenlijk straks ook doen, maar daar moet je dan weer toestemming voor hebben, zeg maar. Nou, dat komt wel goed hoor. Ja, vast wel. Dat is nog niet zo'n probleem. Nee. Ah man, echt. Ik plaats telkens de verkeerde blokken volgens mij. Oké, ja, dit zijn slabs. Mooi. We komen er wel. Ja, het heeft even zijn tijd nodig. Ja, kijk, weet je wat, dit zijn zeg maar de plafondplaten. En met die plafondplaten dan kunnen we dus straks zeg maar makkelijk omhoog. Of kunnen we makkelijk alles plaatsen. Kunnen we dit steen niet gewoon kijken, jongens. Holy shit, we hebben dit allemaal al gebouwd. Het schiet echt lekker op. Ja, het is ook niet zo heel moeilijk, dit stuk. Ja, het is... Het is nou zeg maar dat we alleen nog maar echt hout moeten plaatsen. En hout gaat straks denk ik wel de main resource zijn om... de huizen te bouwen, want we hebben een gebied van 200 bij 200, als ik het goed heb, toch? Ja, 200 bij 200. Nou, als we dat straks dan kunnen vol kunnen plaatsen met huizen, zeg maar, dan heeft iedereen een beetje zijn eigen stekkie, dat is gezellig. En als we dan iedereen zijn stekkie hebben, dan gaan we gewoon echt gewoon één goede base maken. Met allemaal auto shit. Misschien eventueel straks nog een spawner, dat we die kunnen fixen. Dat zou nou, dat wordt denk ik wel heel lastig. Ja, en de analtressie hier, die wordt al verkocht voor 80 diamond blocks. Oh, maar ik heb al bijna 80 diamond blocks. Ja, maar... Oh, ik ben bijna dood. Oh. Ja, moet je van het huis af. Moet je goed eten. Als je ik sprong van het huis af, alleen ik was bijna vergeten te MLG Water Bucket. MLG Water Bucket. Eigenlijk hadden we een soort van... Ja, eigenlijk een nieuwe layer onder moeten maken, zodat we van de onderkant alles kunnen plaatsen. Maar wat moet hier? Hier moeten volle blokken, toch? Nee, ook niet. Of zo, waren dit dus die... Oh ja, dit waren dus die... Ja, dat moeten wel volle blokken zijn. Oké. Kunnen we naar buiten en dan moeten we omlopen. Leuk. Maar ja, we hebben ook bij ons in de buurt... Ik zal het even laten zien. Als ik even zie, waar hebben we de map gezet? Volgens mij op B. Ja, kijk, hier beneden.
Hier komt ook een fort te staan. Het is best wel dicht op ons dorpje. Hier zit zeg maar ons hoofdgebouw. Daar hebben we hier de stal en dan gaan we hier een muur mee maken. Komt er bij ons een fort in de buurt? Ja, best wel een groot fort trouwens. Ik snap niet waarom ze dat daar maken, want het zit echt op de rand van Keer. Dit is zeg maar de... Ja, maar wij zitten helemaal achter in de map. Als je iets verder loopt, zitten we tegen de borden. Ja, maar zij zitten zeg maar nog meer west... ze zitten ten zuidwesten van ons. Okay. Ze zitten echt wel heel dichtbij. En kijk, ja, dat, ik weet niet waarom ze dat daar doen, want ja, het heeft eigenlijk niet echt veel... Een functie. Ja, klopt. Maar ja, daar heb ik verder niks over te zeggen, denk ik. Nee, klopt. Maar ja, ze hebben 5 groepen dus vanaf dag 1 gezegd van ja, jullie kunnen dus eigenlijk gewoon een plekje krijgen waar jullie kunnen bouwen. En dan moeten jullie binnen 1,5 week af hebben en als dat af is... Dan kunnen we er dus, zeg maar, protectie op zetten. Nou, dat is helemaal dikke prima. Want ja, dat kunnen wij prima gebruiken, denk ik. Klopt. Protection, oh, dat zou wel zo chill zijn, hè. Ja, dat is toch in het rest van de kingdom niet? Nee, je hebt niet overal dat. En dat is puur om de reden dat als ze dat wel zouden doen, zeg maar, dat mensen geen brug kunnen bouwen van kingdom naar kingdom, zeg maar. Ik ga wel eerst slabs plaatsen en alles wat rood is, dan weet je dat het straks geen slab is. Ja, ik heb er wel eens heel veel slabs bijgemaakt. Kijk, want dan is het toch wat makkelijker bouwen. Anders ben je de hele tijd aan het zoeken naar wat is, zeg maar. En dan anders hak je het even weg. Zo. Oh ja. Shit, ik was vergeten dat er aan de buitenkant die trap stond. Oh ja. Ik kan beter naar buiten vallen, dus. Zo. En hierachter zullen vast dikke blokken zijn. Nee, ook niet. Ah, jammer zeg. Ja, ah, het schiet nou mooi op. We hebben dan straks een mooi plafonnie. En dan hebben we hier straks allemaal onze armors op staan. Maar dat kan dus geraid worden. Dus ik denk dat we hier gewoon heel simpel iron gear op gaan zetten. Ja, dat staat volgens mij ook in de schematica. Ja. Tenminste, dat was de bedoeling. Ja, want dat mag wel gejat worden, weet je. Want daar hebben we toch zat van. En als, stel dat het wordt gejat, dan kunnen ze dat altijd nog COE'en. Dus het is echt helemaal geen groot probleem. Ja, straks worden we gereed, dan kan het nog. Dan mag namelijk. Ja, ach. Ja, ik hoop dat ze blij zijn met die paar setjes iron die ze dan hebben. Ja, dan heb je mij niet uit. Oh, ik dacht dat je als je diamond gear erop zette. Oh, nee, dat gaan we niet doen. Dat neemt iedereen sowieso mee. Of ja, je kan er echt kapot gear op zetten, wat bijvoorbeeld nog maar 1 dura heeft en gewoon te duur is om te repareren, weet je wel. Wat je niet meer kan hebben. Oh, de bliksem, kijk uit. Oh ja, de bliksem kan je instant killen. Dat is echt best wel vreemd, maar ja, vind ik ook wel weer grappig. Ja, ik ga liever niet dood, hè. Ja, klopt. Dan moet je helemaal weer teruglopen van spawn hier naartoe. Daar word je ook niet vrolijk van. Klopt, 28 levels weg. Wow. Ja, ik ga denk ik even schuilen. Ik heb echt geen zin om dood te gaan. Nou, mij maakt het niet uit. Ik ga lekker doorbouwen. We are no pussies, bro. We are no fucking pussies. Oh, jongen, deze hele laag is al bijna af, joh. Schiet lekker. Iemand heeft een gift. Heeft iemand een gift? Wie heeft een gift? Waar is die? Winnie. Kan ik komen? Ja. Pim? Oh, Zaltak is dat. Oh ja. Ja, sorry. Je hebt gisteren ook zoveel spullen gegeven, jongen. Dat is niet normaal. Ik heb echt diamonds gekregen. Hij heeft mij gisteren zelfs een Depthstrider-boek gedaan. Ja, mij net een mooie vishengel. Een mooie vishengel, jongen. Nou, mooi lekker vissen. Oh. Yes. Ja, hier moeten trapjes, maar plaats maar gewoon. Zo. Ja, volgens mij moesten ze zo om. Ja, kijk, in één keer goed. Ja, Pascal, we zijn er bijna! Ja! Yep. Even kijken, de slapsblad ik wel. Fucking vreemd. Zo, klaar. Huh? Wat is dit dan? Je moet een vol blok. Oh, gefixt. Zijn we een vol blok? Oh, daar is hij. Nou, ja, zo even kijken wat hij te hebben heeft. Of wat hij gaat geven. Ja, nou. Waar is te hebben heeft, lekker Nederlands Leon, jongen. Te hebben heeft, ja. Te hebben heeft. Nou, wat. Oh, ik ga bijna dood, jongen. Oh. Dat was een vallende emoji, wat heb ik, Pascal? Ik ging in me staan, daarom kon ik hem niet plaatsen. Ik ben een half hatje. Wat heeft hij gegeven? Hier. Nou. Ik wil hem ook wel zien. Oh ja, ik heb geen inventory space, maar. Ja, jij bent vast, zeg maar gewoon. Pascal, Orde. Pak maar even de zadel op. Jo. Wat staat erop? Op die rol? Ja, je zegt gewoon. Ik kan even door. Er staat een breaking 3, lure 2 en mending op. Oh, dat is wel nice.
En we hebben een zadeltje erbij, dus ja. Ja, we hebben natuurlijk ook gewoon paarden. En we willen hier straks een stal, die moet ik nog ontwerpen trouwens. Maar hier komen straks onze paarden te staan. En dan denk ik dat we gewoon een 2 bij... Ja, een 2 bij 4 hokje is voor een paard wel voldoende, toch? Of niet? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, 2 bij 3, dan wordt hij te breed, zeg maar. Dan kunnen we er heel weinig paarden in kwijt. Hey, Pim. Ja? Zou ik misschien die rot mogen? Oh ja, jij had natuurlijk al een rot, hè? Ik heb ook deze, man. Ja, die heb ik jou laatst niet opgegeven. Ja, jij hebt je beste rot aan mij gegeven, ja. Ja, mijn beste valt ook wel mee. Ja, nou, dat was op dat moment je beste. Nee. Nee? Oh. Nee, ik had dezelfde alleen met Unbreaking erop, dus... Ja, zeg maar een Unbreaking 2, of ik bedoel Lure 2, Luck of the Sea 2, en ik had Unbreaking 3, Lure 2. Nou, ik had echt een kut rot, zeg. Jongen, die was echt slecht. Er zat alleen Unbreaking op. Ja, dat is wel kut, ja. Hebben we trouwens ook nog normaal hout? Ja, ik heb dat. Oké, ik plaats ondertussen ook even wat brick. Moet hier geen... Oh nee, hier moet het anders. Ja, hier is zo. Can you fix this, please? Arigato. En hier moet allemaal slabs, denk ik. Zo. Nou jongens, we gaan even de laag afmaken voor deze aflevering. En dan zien jullie gelijk hoe we lekker hebben gesurvived vandaag op de Kingdom. In de Open Kingdom. Joh, is ook wel leuk, hè. Zo hartstikke mooi. Dat hoort erbij. Zo hoort het toch? Of niet? Are you in the Kingdom? Are you in the Kingdom? Niks deed. Wie zei dat ook alweer toen? Ja, iemand op een server. Ja. Waar ik op kwam. Of Valux. Oh ja. Net zoals ik ben gedemotiveerd. Ja, of vriendinnen en vriendinnen. Oh ja. Echt waar. En er wordt weer eentje geband. Een dag. Dan ben je wel brain dead als je dat niet eens goed kan typen. Wat grieven. Nee. Demotivatie. Ja, demotiverend en vriendinnen en vriendinnen. Oh, dat kan toch echt niet, man. Dat is toch ook echt niet goed voor de Nederlandse maatschappij. Ja, maar hij woonde in België, hè? Dus oh ja. Dus dan kan je het hem ook niet echt kwalijk nemen, volgens mij. Ja, sorry, maar het is zo toch? Ja, true. Oh, hier moet wel een... Laat Jari dat niet horen, hè? Ja, hij is goed. Oh ja. Ja, maar Jari is ook gedemotiveerd. Hij komt vandaag weer terug van vakantie, hè? Ja, klopt. Ja, dat is wel leuk. Hebben we weer Jari in de park. Onze weentje wel. Ja. Maar ja, hij gaat Excalor joinen, dus ja. Dat is wel weer jammer. Jongens, denk je gaat er niet extra door. Nee? Ik denk het niet, nee, ik denk het niet. We zien het wel. Als je ziet dat daar echt iedereen braindead is hier, dan denk ik dat hij wel een andere keuze maakt. Er zitten ook wel echt mensen in kern waarvan ik ook wel denk van, wat, hoe... Wat doen hun? Ja, die gasten denken alleen maar met, oh, ik wil PvP, ja. Wij willen ook wel PvP, maar wij doen het op een... Nette manier. Een galante wijze. Galanter manier. Galanter. Nou, die is geïnvite voor Kingdom, maar daar hoor ik ook niet veel meer van. Maar die is volgens mij vakantie, of niet? Ja, zo. Ah, niemand speelt Kingdom. Er zijn nu ongeveer 7 man op Kingdom. Ja, Kingdom is nou eventjes op dit moment een beetje in de glorie vergaan. En dat is puur om het feit dat... Kingdom 2 er is. Kingdom 2 is er, ja. En je hebt natuurlijk ook gewoon dat mensen allemaal op vakantie zijn. Dat soort dingen. Klopt. En straks na de vakantie, dan moet iedereen weer flink aan de slag. Ook in Zera. Dan moeten ze allemaal weer hun weektaken gaan doen. We hebben lekker vakantie. Ja, je mag gewoon in een maand mag je wel een keer wat voor jezelf doen. Het is niet dat je elke week gewoon een weektaak moet doen, toch? Nee. Dat is toch wel een keer een factortje. Maar ik doe altijd mijn weektaak wel. Zo. En dan zie je ook het birds alweer. Oh, wat? Je moet een slap? Ja, je moet een slap. Ja, maar meestal in Nederland is het wel fijn weer. Maar, nou, nu? Ja, nu is het echt verschrikkelijk weer. Ja, bij mij regent het. Nee, laat ik maar. Ik fix de laatste birds wel trouwens. Als jullie dan nog even de stone bricks en de stone slaps kunnen fixen. Yo, ik ben naar beneden. Dus dat komt goed uit. Oké. Dan hebben we deze laag af, jongens. Dan is dat toch weer hartstikke mooi, of niet, jongens? Ja. Dan, we zijn al bijna bij de top, want er zijn... Hoeveel influence heb jij, Leon? Ik heb 1000. Oef, ik heb de 667. Ik ga vandaag ook mijn ender chest upgraden, denk ik. Dat is echt wel super chill, ja. Nou, ik weet niet of ik dat ga doen, dat is kapot duur. Ja, jij vindt het heel veel geldig. Ja, ik vind het echt duur. Ah, het is 7,50 euro voor 3 rijen, maar je kan ook 1 rij doen, hè? Dan heb je al 2 euro. Ik had beter meteen die van 10 euro kunnen kopen, dan had ik dat allemaal in 1. Oh ja, dat klopt ook. Een whitelist met gelijk, ja, klopt ook. Ja, dat is echt, ja. Dan was het 5 euro, zo. Ja, klopt. Oké, ik heb
Geen slaps. Dat was maar 5 euro inderdaad. Zou dan had, je ook nog witte tekst, hè? Oh, die heb je er ook gelijk bij. Yup. Oh, dat is wel beter geweest. Ik had die beter kunnen kopen inderdaad. Ik denk dat ik die gewoon meteen ga kopen. Ja. Waarom, wat als ik nu gewoon op mijn account inlog en dan gewoon 5 euro erbij betaal? Dan heb je toch een rank hoger. Dat is toch meestal zo. Ik weet niet hoe het precies zit. Kijk straks wel even. Want ik ga echt geen 7,50 euro betalen voor een paar blokjes in een spel. Een paar ruimteplekjes. Ja, weet je wat het is? Ja, blok, zoals ik je gisteren waarschijnlijk ook heb uitgelegd. De dev, Wesley, is gewoon druk bezig met developers. Ze zijn hier ook al wel een aantal uren mee bezig geweest. Ja, weet ik. En het is natuurlijk zo van, ja, voor jou is het maar een paar blokken ruimte. Maar voor hem is het heel veel developwerk, zeg maar. Ja, maar het is niet omdat ik het niet gun of zo. Maar ja, ik vind het gewoon veel geld. Maar ja, weet je waarom ze dat vragen? Omdat het natuurlijk ook gewoon die uren gewoon vergoed moeten worden. Want Wesley, die krijgt volgens mij wel... Of ja, het is wel een deel vrijwilligerswerk, maar... Oh, jullie hebben het allemaal af. Yep. Oh nee, wacht, je moet hier nog... Ja. Ja, nice. Maar even om mijn verhaal af te maken, die gasten moeten natuurlijk ook gewoon betaald worden en de server moet onderhouden worden. Dus vandaar dat ze gewoon de prijs gewoon vragen. Ja. Ja. Maar jongens, dit was alweer de tweede aflevering van Kingdom Keer. Ik deed het 2x2, wow, sorry, dat lijkt een beetje 4. Maar jongens, bedankt voor het helpen vandaag. Pim, je hebt goed gewerkt, je hebt een hele mooie broek aan. Pascal, dank je wel. je hebt een hele mooie trap gemaakt, jongen. Ja, thanks. Een hele mooie dirt trap. Je bent wel goed in traps bouwen, of niet? Ja, zeker weten. Mooi dirt trap, bro. Yo, thanks. Nee, maar jongens, dit was de aflevering van vandaag. Hopelijk vond je het leuk. Doe eventjes dat duimpje omhoog voor meer Kingdom open. Kingdom 2, Kingdom. Of niet, jongens? Lekker mooi Kingdom. Kingdom, lekker Kingdom. We zijn de Kingdomers en hopelijk vond je het leuk. Doe even dat duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op Watchjagger op Pascal, zijn kanaal. Yo, Pimmy. Zeker weten. Maar die upload niet meer zoveel, of wel? Nee. Dus bedankt voor het kijken. Jij bent gedemotiveerd. Wow. Kan niet kill. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later. Later. Later.